Jij. Goedemiddag dames en heren, hier zijn we weer. We zijn met gebek bestek, dit keer weer op het Lichtplein in het centrum van Eindhoven. Onder de Graduation Galleries, waar we nog niet naartoe zijn geweest, waar we waarschijnlijk ook nog niet naartoe gaan. Omdat het ons eigenlijk helemaal niets interesseert. Wat ons wel interesseert zijn een aantal gasten die in Eindhoven her en der op verschillende exposities staan. En één die hebben we nu uitgenodigd en dat zijn Daniela de Terhaar en Christophe Bracht. Welkom. Welkom. Dankjewel. Welkom. Jullie staan op twee exposities. Ja, dat klopt. Hier aan de overkant, ook bij de Admirant, of de Bruinier. Bij Liftoff. Ja. Bij Liftoff en bij Stuf. En, we gaan nu praten over de Liftoff expositie. Want daar staan we nu. Ja. En wat het thema is back to the truth of basic. The truth of basic. Ja, behoorlijk zware titel. Ja, van de hele expositie. En, wat was jullie idee van toen jullie dat hoorden, van wat gaan we maken? Nou, wij hadden zoiets van, in het begin dachten we, wat moeten we in godsnaam met de truth of basics doen? Mm-hmm. Maar uiteindelijk hebben we gewoon papier genomen als het basic materiaal. En we hebben ons een aantal limits gesteld, dat we alleen maar mogen vouwen, snijden, rollen met het materiaal zelf. Dus dat was het uitgangspunt. En daarnaast hadden we dan als vorm een driehoek, een vierkant en een cirkel. En wat misschien wel interessant is om bij te zeggen, omdat één titel voor de tentoonstelling was niet genoeg. Dus er is nog een tweede titel. Dus het is The Truth of Basics. En dan denk ik, dan was het Resetting the History of Living Between Four Walls. Dat was dan de tweede titel. Dus het ging ook heel erg over ruimte en ruimtelijkheid. Yeah. En dus daar was ook heel erg de vraag over wat gaat in ruimtes gebeuren. Dus we hadden zoiets, we willen gewoon echt niet zoveel over meubels of echt per definitie vormen hebben, maar meer over de subtiele vergeten details in een ruimte, zeg maar. Schaduws, reflecties, dat eigenlijk een ruimte door vlakken die op elkaar stoten, die elkaar oversnijden. Dat zeg maar een ruimte creëert met hele simpele en eenvoudige dingen, dus de truth of basics gewoon. Gevoel van ruimtelijkheid creëren. En daardoor hebben we ook papier gekozen. Omdat dat leek ons juist een heel abstract en mooi materiaal. En dat associeer je niet op eerst gezicht of zo. Dat je het niet direct met een ruimte associeert. Je hebt natuurlijk behang of zo, maar zeg maar, als je hout pakt, daar heb je toch meteen meer met stoelen of meubels of zo. Dus papier is heel transformatief. Je kan het zacht gebruiken, hard gebruiken. Staat ook de keuze met papier. En toch hebben we met hele simpele manieren, door heel veel fotografie hebben we ook gebruikt. En door reflectie en schaduw creëer je eigenlijk weer een ruimtelijk beeld. Terwijl het eigenlijk een A4'tje is. Dus dat is een beetje. Want dat is zeg maar, dus er staan drie zeg maar, stapeltjes papier. Ja. Maar ook, bedoel je dat daarmee? Nee, ik bedoel nu over de foto die daar hangt. Er hangen een aantal foto's waar we heel veel hebben gebruikt gemaakt met de schaduw ervan, van het papier. En dat op een bepaalde perspectief gefotografeerd, waardoor het eigenlijk heel ruimtelijk eruit ziet. Maar de stapels waar jij het over hebt, dat zijn dus pakken A4, waar we hoeken af hebben gesneden en die we op elkaar hebben gelegd. Dus het gaat ook dus heel over kleur en vlakverdeling. Ja, dat is in het boekje ook zo. Ja, precies. Ja. Ja, dat is ook echt het uitgangspunt geweest. Dat was de eerste testjes, zeg maar, proefjes. Ja. En daar werden we helemaal enthousiast van. En van daaruit zijn de foto's gekomen en de pop-up posters die daar ook hangen. Ja, die pop-up posters, daar zie je ook wel heel goed dat het 3D is. Ja. Ja, maar dat wil je dan ook bewust zo doen, omdat het kubus, de volume. Ja, precies. En ook juist echt heel erg van een platte komen, omdat je kan gewoon opvouwen het posten en dat is echt een stuk plat papier. Ja. Als je hem opdoet, dan komt het echt daaruit. En ik vond het ook heel mooi dat je het echt ook op zo'n schaal kan doen, omdat je kent pop-ups ook wel uit boeken of kaartjes of zo. Maar wij tenminste hebben het nooit op zo'n formaat en op zo'n schaal gezien. Ik vond het wel heel mooi dat bij zo'n driehoek bijvoorbeeld, dat het echt 10 centimeter van het papier afkomt. En dat je toch een beetje weer die transformatie van plat naar ruimtelijkheid. Dus we hebben geprobeerd heel nerdy door te trekken, dat concept, Truth of Basics en echt met, Dan heb je gewoon die kleur ook op willekeurige rang geschikt? Nou ja, het was gewoon natuurlijk, kleur is altijd zo'n ding, daar kies je toch een beetje op intuïtie of gewoon soms, ook dat je echt harde contrasten hebt of soms wat zachter en dan krijg je natuurlijk ook weer een heel ander ruimtelijkheidsgevoel, zeg maar. Als het een heel felle kleur is, dan lijkt het misschien wat platter en een diepe kleur die geeft ook meer diepte of zo. Dus ook een beetje te kijken wat doet dat mee, zeg maar, de kleur. Ja, en ik denk dat kleur voor ons ook wel een heel belangrijk deel is in ons werk.
Dus dat kleur, ja, dat komt eigenlijk in heel veel projecten altijd weer terug. Maar jullie hebben nu ook een bepaald kleurenschema gekozen, of is dat niet zo? Nou, niet echt een kleurenschema eigenlijk. Maar we hebben heel veel kleuren gebruikt. We hebben echt hele zalmige tinten, maar ook echt knalpaars en rood en geel en de primaire. En maar dat dan ook weer samen gecombineerd. Heel vaak houden we ook wel van dat het een beetje vloekt en niet zo kleurenschema is. Maar op de wand heb je daar... Nee, maar je kan je eigen kleurenschema natuurlijk samenstellen. Ja. Dus je zegt van, nou, die kleuren, dat zijn voor mij de basics. Ja. En daarmee kan ik natuurlijk dingen weergeven. Dus ik vroeg me eigenlijk meer af van, kijk, jullie hebben papier gekozen en bepaalde dingen. En ik dacht, misschien heb je die kleuren ook wel bewust van, dit zijn onze basics. Oké, okay, nou, dat hebben we eigenlijk echt uit het volle, zeg maar. Ja. Okay. Alle papier zaten die we mooi vonden, die we konden vinden, die hebben we gewoon allemaal gepakt. En gekeken wat we daarmee konden doen. Dus dat gewoon helemaal te opgestort op alle papiertjes. Ja. Even kijken, een stapje terug, hè, voor jullie gevraagd zijn voor deze tentoonstelling. Wat is jullie achtergrond? Waarom zijn jullie dan gevraagd? Ja. Nou, we zijn allebei afgestudeerd aan de Design Academy. Ja. En afgelopen jaar stonden we op de graduation show. Okay. En we hadden hier een project ook afgelopen Design Week bij de MU. Zeg maar, dat was het onderwerp naast Design and Nature. Mm-hmm. En daar hadden we een installatie gemaakt. Ja, die installatie is dan ook weer een poster. Ik denk poster is ook wel iets wat bij ons weer heel veel terugkomt. Op dit moment. En het was een witte poster. En in de installatie stond dan een sapmachine waar je de biet doorheen deed, puur de biet doorheen. Okay. En de sap liep dan langzaam in de poster. En die poster loopt langzaam aan vol. Je ziet de vorm van de biet en 100% sap komen. Okay. Dus dat is, dat project is heel erg op reis gegaan en helemaal uitgewerkt. En daar is wel Kalle uitgekomen, waar veel mensen ons nu ook van kennen. En dat gaat dus ook erg over kleur. Dat is ook heel leuk, alleen dan van groentes. Dus dat is een soort bio-inkt hebben we eigenlijk gecreëerd. Ja. Een kleuronderzoek. Ja. Dat is eigenlijk jullie fascinatie kleuronderzoek. Ja, dan zeg maar, dat is een beetje aan het ontstaan. Zeg maar, omdat we zijn natuurlijk nu vrij nieuw in de professionele ontwerpwereld. We hebben natuurlijk als studenten daarvoor ook projecten gedaan. Maar nu ook door dat kleurproject, omdat ons dat er toch, geïntegreerd had, zeg maar. En we nu ook bij de nieuwe projecten natuurlijk ook weer probeert, nou ja, wat zijn de aansluitingspunten en wat wil je dan toch echt en waar wil je echt aan werken, zeg maar. En hoe wat Daniela zei, zeg maar, het grafische en posters, dat is voor ons op die moment een hele goede manier om ons verhaal te vertellen, zeg maar. Zo, ook met die pop-up posters. En materiaal. Een goed medium, ja. Dan gaat het ook om materialiteit en grafische dingen te brengen. Of een het heeft dus ook heel erg te maken met, net als eigenlijk met dat bieten, die kleurstoffenverhaal, dat alles heel veel te maken heeft met puurheid, zeg maar. Ja. Onderzoek naar puurheid en de basics daarvan en het tonen ervan, omdat het vaak tegenwoordig misschien vergeten wordt. Vaak die stap is al zeg maar 5 stappen overheen. Ja, precies. Ja, misschien kan je het zo zeggen dat we gewoon weer een paar stapjes teruggaan. En dan gewoon echt naar de hele simpele dingen kijken of zo, die je misschien anders vergeet of zo. Ja. En hoe zie je het in de praktijk bij dit? Of is het zuiver conceptueel? Dit project is vooral zuiver conceptueel. Nou, bijvoorbeeld de pop-up posters worden verkocht en de boekjes ook. Ja. En, dat gaat ook, dus dat was voor ons wel een verrassing ook eigenlijk. Ja. Hadden we zelf ook niet zo verwacht. Maar mensen zijn super enthousiast, want dat boekje is gewoon maar gesneden A4 papier. Dat je echt denkt, boeiend. Maar doordat elke keer als je een pagina omslaat, het verandert ook de hele tijd. Het kleine boekje. Het A5 boekje. Precies. Dus dat is, daar is wel wat vraag naar of zo. Ja. En hoe zeg je het? Omdat we werken allebei gewoon nog 3 dagen ernaast. En dus daardoor kunnen we ons een bepaalde vrijheid of zo veroorloven of zo. Dat we gewoon echt. Wie koopt dan het boekje? Zijn dat kinderen of zijn dat ouders? Of mensen die geïnteresseerd zijn? Mensen uit het vak. Het zijn echt ontwerpnerds. Ja. Die hier gewoon echt naar kijken. Dat rood en geel papier naast elkaar zien. Ja, die vinden het juist heel mooi. En dat is eigenlijk ook het leuke aan het project. Dat we zijn er best wel onzeker geweest tijdens het proces en tijdens het maken. Omdat het echt zo simpel is. Om alleen maar over papier te draaien. We dachten zo, als we dat dan neerzetten, wat denken mensen daarover? Die zien het misschien helemaal niet wat wij daarin zien, wat wij de schoonheid en het mooie eraan vinden. Mm-hmm. En dat was nu een echte opluchting, gewoon echt te zien, ook van mensen die je zelf ook waardeert, dat die het ook heel mooi vonden. En gewoon zeiden, kunnen we een boekje kopen? En ik wil misschien toch wel 2 of 3 van die boekjes. Dat ze gewoon echt enthousiast worden en dat het echt iets doet bij de mensen. Dus het is een beetje
misschien ja, een nerd, een ontwerpnerd project. Dus een nieuwe scene, zeg maar, ontwerpen. Dus. Een inspiratieboekje wordt het daar. Ja, ja, precies. Of een kleurenboek. Oh, ja, het is gewoon echt zo. Je kan dat ook voor alles weer toepassen. Weet je? Dat kan ook interessant zijn voor bedrijven die nieuwe kleuren moeten gaan doen voor hun meubels of stoffen. Of, en dat is denk ik wel een heel goed ding om gewoon een keer doorheen te kijken. Ja. En denk je, oh ja, dus misschien is het een bepaalde openheid of abstractie die gewoon dat je het zelf nog een beetje kan invullen. Precies. Als je naar kijkt wat je daarin wil zien. Zeg. Ja. En denk je ook dat het met een bepaald tijdsbeeld te maken heeft? Het feit dat dat nu juist weer heel erg gaat. Dus wat jullie doen eigenlijk, dat het ook weer heel erg gaat leven. Dat mensen helemaal, oh, dat wil ik hebben. Je bedoelt over de simpele. Ja, is, ja de eenvoud, puurheid, heeft dat ook met het tijdsbeeld te maken? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Zeg maar, omdat wij zijn allebei op identiteit afgestuurd op de Design Academy, wat natuurlijk ook een soort van trendgevoelige richting is, wat daar ook heel erg over draait. Dus ik denk ook altijd in ons werk dat we natuurlijk ook heel goed in de gaten houden wat op die moment om ons heen gebeurt. En we kijken gewoon veel op de internet en we houden ons gewoon wel up-to-date, zeg maar. Dus ik denk dat het wel een beetje meespeelt voor ons werk. Natuurlijk, wij doen het niet alleen voor de trend of zo. Dus we hebben dingen die ons interesseren, maar het moet wel kloppen. Het is geen trend, het is meer een tijdsbeeld. Ja. Een soort, omdat je net misschien een heel erg uitbundig bloemenpatroon. Ja, precies. Ja. 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 Nou, maar ik denk wel dat het hele basic, en we hebben ook totaal niks, geen patronen gebruikt. Het zijn echt puur kleuren en vlakken. En bijvoorbeeld ook, je hebt ook bepaalde merken. En haar kledingmerk nu, bijvoorbeeld Merken Apparel, die gebruikt helemaal geen prints, maar alleen maar kleur. En door bijvoorbeeld twee t-shirts dan twee kleuren aan elkaar te stikken, is eigenlijk weer een deel van ons boekje, zou je het zo kunnen zien, als je het plat zou maken. En ik denk wel dat zo steeds meer mensen bezig zijn, omdat we natuurlijk zo'n heftige periode hebben gehad van prints en bloemen. En dat je echt helemaal denkt van, oh, anti word je. En ik wil wat anders doen. En precies. Ja, en volgens mij je ziet het ook echt, jullie zeiden net dat jullie nog niet op de academie geweest zijn. Ja, maar van wat ik over hoorde, we zijn gisteren even doorheen gelopen, zie je dat ook heel erg. Dat het best wel terughoudend is, ingetogen, veel grijs tinten. Goed, dat is dus bij ons juist niet zo. Maar het is gewoon echt, dat mensen gewoon, het voelt een beetje als een nieuwe stad of zo. Gewoon. Ik vond gisteren ook een mooi voorbeeld. We zijn gisteren in de kerk bij Lonnie Nadine geweest en bij Maarten. En dan hebben we dat boekje gezien van Maarten over de vegetatie. Bij de vier apostelen. Over de vegetatie van de Noordoostpolder. En dan zie je ook weer heel mooi als een plant of een beest overwoekert. Dan valt het meteen daarna weer heel erg af. Dan begint het weer een beetje. Heel veel op een gegeven moment, heel veel planten. Fel en te veel. En dan schiet het weer een beetje. Dus je ziet eigenlijk door de natuur heb je geleerd dat, dat een overdaad weer valt of zo. Ja, of dat een overdaad dat het weer een stop, tegenreactie krijgt en nu in die simpele kleuren. Of basiskleuren, een simpel basiskleuren. Ik zou het dan bijna verder willen trekken dat ik zeg, denk je dat de krediet of de kredietcrisis daar ook nog een. Waarschijnlijk. Die eigenlijk natuurlijk al. Weet al een jaar dat het eraan komt in feite. Maar. Maar dat is natuurlijk ook dat je als je maar zoveel leningen verleent, dat mensen dat zo makkelijk kunnen krijgen. Dat moet een keer misgaan en op zich misschien ook alleen maar goed. Ik denk dat die vormentaal dus ook een omkering maakt. Ik denk dat, zeg maar, dat we dat toch allemaal een beetje nodig hebben. Dat je gewoon door een soort van golfbewegingen, dat het de hele wereld toch een beetje in balans houdt ofzo. Dat het gewoon op veel moment moet wel een beetje omlaag gaan. En wat is jullie volgende project dan? Ja, dat is spannend. Weet je nog niet? Er zijn wel wat dingen die er misschien aankomen. Of die waar we nu. Ga je hiermee verder? Met het kleuren, met papier en kleur? Nou ja, dat zouden we zien, zeg maar. Het is nu, zeg maar, voor het moment zijn we nu even een beetje aan het bijkomen en blij dat alles er staat en alles. Maar ik ben daar wel eigenlijk overtuigd van dat vast wel die richting die we nu. Precies, de manier van werken waar dat doen en het hele onderzoeksmatige bij ons wel erg aanwezig is en het materiaal, daar willen we in, zeg maar, die kant willen we op. En, en ook het beeldende, we maken eerst heel veel en dat fotograferen we weer. Ja. En dat is dan wel heel erg duidelijk een manier van ons nu, hoe we ons willen presenteren. En in plaats van, dit is gewoon voor ons dit is jullie goed moment om het zo te doen. Ja.
Dus er komt straks gewoon in een volgend project, komt er weer een nieuw materiaal of een ding of een grondstof of een... Ja, dat kan. Ja, we zullen het zien. Het hangt natuurlijk ook af van de vraag af wat er komt. Ja, of, het thema weer. Ja, of het thema of misschien gaan we eens even... Maar doen jullie alleen maar dingen als, ja precies, van een vraag van buitenaf of schijnen jullie ook jezelf een vraag? Nou, zeg maar tot nu toe was het wel toch vaak door vragen. Dat is natuurlijk ook... Omdat we nu pas afgestudeerd zijn, dan ben je natuurlijk blij voor alle vragen die er komen. Mm. En juist ook als je echt voor vrije en mooie projecten uitgenodigd wordt, waar je een budget voor hebt. Maar wij beginnen nu ook pas een beetje te begrijpen hoe zit die hele wereld in elkaar. Hoe kan je budgetten en subsidies aanvragen? Dat, zeg maar, als je daar meteen aan moet beginnen, als je net klaar bent, dan is het gewoon veel te veel. Dus wij leren nu bij X, stap weer een beetje bij en denken zo, hey, kijk, zo wordt het gedaan. Ja. En ook het zoektocht naar ons van... Ja, wie zijn wij en hoe wil je uitkomen? Dat is voor ons natuurlijk niet helemaal duidelijk. En langzaamaan vormt het zich nu. En gaan mensen herkennen en ons werk ook herkennen. En dat is wel heel erg leuk. Dat, om te zien en te horen van de mensen. Oh ja, dat is echt van jullie. En ja, dat is goed, denk ik. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Dus, okay. Ja, en daarnaast hebben we dan ook wel freelance dingen soms. Maar zitten die in dezelfde sector of is dat helemaal... Maar bijvoorbeeld hebben we voor de MU hebben we de toegangskaart gedaan voor 2008. Dus dat is ook wel grafisch met gevoelig. De stempels. Met de stempels, precies. Ja, die zijn ook van ons. Ja. Dus zulke dingen komen dan ook uit zulke projecten weer voort. Dus dat is heel leuk. Dat mensen je werk waarderen en je vragen. Dus dat het nu wat soms wat concretere opdrachten uitkomt. Dat niet alleen van tentoonstellingen is of zo. Maar dus juist die combinatie is heel erg fijn. Precies. Dat is ook, vind ik, vooral voor ons nu heel belangrijk dat we ook eigen, zoals dit soort projecten als Liftoff en Staf doen. Waar we echt ons eigen ding helemaal kunnen doen. En de freelance is ook goed natuurlijk, want dat verdient geld. Maar zeg maar, het is niet onze grootste focus om heel veel geld nu te verdienen. Het is vooral onze focus om nu leuke projecten te doen. En te weten wat we, uit te vinden wat we willen. Ja, precies. Welke kant je heen wil. Okay. Nou, succes met deze zoektocht. Ja. Succes met deze zoektocht. Het gaat in ieder geval tot nu toe alvast heel goed. Ja, zou ik zeggen. Ik ben niet klaar gezien. Ja. Nou, en jullie succes met de zoektocht naar de volgende interviewpartner. Dat komt wel goed. Jullie kunnen Christophe en Daniëra hier bij de Liftoff zien en bij Stuft. Met de expositie. Liftoff en Stuft. Eventjes om nog eventjes reclame te maken voor de expositie op Strijd S. Tweede verdieping van het Klokgebouw. Ja, en dan zijn we weer zo meteen terug met een nieuwe gast en nieuwe kansen. Dankjewel allemaal.